Yo Nintendo fans! Dit zijn de nieuwe banen in Mario Kart 8 Deluxe. En vandaag spelen we de rotsbeker. London ronde van Mario Kart Tour, de boerbrug van de Game Boy Advance, kampioensberg van de 3DS en Wiggleswoud van de Wii. Als je deze nieuwe banen ook gaat spelen, knal duimpje omhoog, abonneer voor heel veel Nintendo video's en laat in de reacties weten wat jij de leukste baan vindt. Ja, ik heb vooral de Super Nintendo versie van Mario Kart gespeeld en de GameCube versie van Mario Kart. Dus voor mij zijn dit bijna allemaal nieuwe banen. But today, we are in London. Let's race a little bit in London. Oké, come on! Ik hoop trouwens dat Amsterdam ook gewoon naar de Mario Kart 8 Deluxe gaat komen. Want dat was echt best een leuke baan. De Amsterdam-baan in Mario Kart Tour voor de mobiele telefoon. Donkey Konkie, die gaat even hard, jongen. Donkey Konkie, doe eens rustig, jongen. Doe eens rustig, laat mij er even langs. Ja, ik ken dus deze banen allemaal niet, hè. Het is allemaal nieuw voor mij. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Donkey Konkie, pak mijn banaan. Oh, wacht even, uitkijk voor de change-up. Ja. Ik wist dat je mij ging pakken, vriend. Let's go! Is dit ronde 1? Nee, dit is nog niet ronde 1. Maar de brug gaat omhoog. En we springen eroverheen. Ik zie daar de groene toot aan de zijkant staan. Mijn aanmoedigen allemaal. Mijn Yoshi-vrienden staan er ook allemaal. Yo, Yoshi-vriend. Yo, let's go. Donkey Konkie probeert mij nog steeds te schieten. Maar lukt hem lekker niet met zijn groene schildje. Splatoon Inklimmannetje staat op nummer 3. Toad staat op 4. En Shy Guy staat op de 5e plek. Oké, ik zie daar weer een Chain Chompy. Oké, dit ging net goed. Lekker aangesneden wel. Ik speel trouwens op 150cc. Ik speel altijd met dezelfde auto en ik moest naar... Ah, nee! No! Oké, ik sta nog steeds eerste. Let's go. Volgens mij hebben we nu weer een andere ronde, toch? Volgens mij is dit nu weer op een andere manier opgezet. Want ik herken dit niet echt van ronde 1. Of ben... Hé, zo'n rode telefooncel. Jongen, ik zie niet waar ik naartoe moet. Ik moet naar links. Oké. Ik zie hier een reuzenrad. Ja, dat zijn wel allemaal dingen die bekend staan, hè, in Londen. Reuzenradje en die bruggetjes en zo. Ik ben al die namen kwijt, joh. Dat is het Tower Bridge, volgens mij. En hoe heet het reuzenrad ook alweer? Is dat de London Eye? Is dat een reuzenrad of zeg ik nu iets heel doms? Oh, Chain Chomp is losgeslagen. Freaking Chain Chomp. Ga weg. Laat me met rust, jongen. Holy moly, dat had ik even niet gezien. Is die andere Chain Chomp daar ook losgeslagen? Volgens mij wel. En ik ben Inimini. Ik ga langs deze kant. Kan ik hier overheen springen? Misschien als ik wat groter zou zijn wel. Ja, zie je. We zijn weer andere weg aan het gaan. Nu gaan we langs het water opeens. Gaan we onder de London Eye door. Jongen, kan ik jou... Ja! Ik kon die change om kapot maken met mijn toeter. Nou is het alleen hopen dat ik niet nog een blue shell op mijn bakkes krijg. Want dan heb ik een probleem. Dan had ik mijn toeter moeten bewaren. Oh, red shell is ook vervelend. Oh nee! En een blue shell! Oh, maar die dodge ik net omdat ik nog in de animatie zat blijkbaar van de red shell. Oh, wat een geluk. Dat was echt een milliseconde geluk gewoon. Thanks voor deze timing game. De RNG-goden zijn met mij vandaag. Ik word gewoon eerste in mijn eerste race in London. Yay! Dat was best een leuke baan. Maar ik denk dat ik die baan in Japan van Tour, dat ik die leuker vond. Dat was toch Japan? Of ben ik weet het allemaal niet, jongen. Boerbruggen in ieder geval van de Game Boy Advance. Volgens mij heb ik de Game Boy Advance versie wel een keer gespeeld. Ik had hem wel, maar eigenlijk speelde ik alleen Pokémon op mijn Game Boy. Dus ja. Ik kan me niet zo heel veel van deze baan herinneren. Maar hey, Boo en Spookies is altijd leuk. Oké, we zijn aan het vliegen. Ja, let's go. Lekker. Oké, we kunnen hier links en rechts. Ik denk dat dit de beste route is. Ik denk dat rechts het beste is. Want dan kan je inderdaad lekker zo'n bochtje maken. Hier, hele scherpe bocht. Waar moet ik naartoe? Joh, dat wist ik toch niet. Ik zat te twijfelen of ik naar links of naar rechts moest. Of ik op het droge moest proberen te komen. Of dat we echt onder water moesten gaan. We moesten dus onder water gaan. Maar weet ik veel. Ik ga wel twee vraagblokken... Wat zeg je allemaal? Vraagblokken. Vanaf nu heten het vraagblokken. Ik heb twee vraagblokken gepakt. Hier nog een vraagblok. Ronde 2. We zijn aan de gang. Ik krijg weer een schild naar mijn kop. Vinden ze leuk, hè? Oh, ik heb mijn banaantje weggegooid en ik ging bijna van de baan. Omdat ik mijn boost echt op het verkeerde moment gebruikte. Kan ik hier twee vraagblokken pakken? Oh my god, ga ik er nou weer naast? Zie je, ik moet echt nog wennen. Ik ken deze baan nog helemaal niet. Oké, onthouden voor straks. Ik moet naar links sturen. Maar volgens mij was er ook een shortcut. Volgens mij had ik daar een shortcutje gezien. Oké. Ja, hallo. Ik zat net lekker in mijn boost, man. Oké. Ronde 3. Dit zijn wel korte rondjes. Het is niet zo'n lange baan. De vorige baan was veel langer. Ik had echt het gevoel dat ik er bijna 5 minuten aan het racen was. Zal wel niet zo zijn. Maar voor mijn gevoel was het wel zo. Ik ga nu eens de andere kant pakken. Ja, kijk, dan kan je dus zo rechtdoor. Maar dan kan je niet echt lekker sliden. En dan, kom deze bocht ook niet echt lekker uit. Nu naar links sturen. Ja, oké. Ik heb een keer naar links gestuurd. En hier is een shortcut.
Ja, I knew it. Ik stond alleen een soort van stil. Maar ik heb wel de shortcut gepakt. Lekker. Oké. Hier bocht je naar links. Ik zie niks. Ik ga nog steeds goed. Volgens mij zijn we er bijna als we nu het water uitkomen. Ja, dit is wel een leuke baan, man. Vet dat er een deel onder water is. En dat je ook echt niet ziet, zeg maar, waar je naartoe moet de eerste keer dat je daar naar onder moet. Ik vond dit een iets meer klassieke Mario Kart baan. En ik vond hem leuker. Ja, ik vond hem leuker dan Londen. We gaan nu naar de kampioensberg van de 3DS. En dit ziet er ook wel intens uit. Deze heb ik sowieso niet gespeeld. Yo, maar dit ziet er wel vet uit, man, deze baan. Ik ga niet liegen. Het is wel gewoon een soort van rondje. Als ik naar de zijkant naar de map kijk, dan lijkt het me niet een hele bijzondere baan. Maar het feit dat hij helemaal naar boven en beneden gaat en je echt van een berg af klettert, dat ziet er wel vet uit. Er zitten hier wat pilaren die ons dwars kunnen gaan zitten. Bochtje naar links. Oh, ja, bedankt hè. Bedankt hè. Nou, wel blij dat het net voor mijn sprong gebeurde. Dan word ik tenminste niet in de lucht geraakt. Kijk, de volgende, die dacht ik in de lucht te raken, maar blijkbaar niet. Jeetje! Oké, dat is een behoorlijk eind vliegen. Tijdens het vliegen kan je niet echt lekker mensen inhalen, denk ik. Dat is wel een beetje jammer. Oké, hij gaat daar boven langs. Ik ga er onderdoor. Inklim, boy. Ik probeer iets op zijn hoofd te gooien, maar dat faalt gigantisch. Oh, ik zag het van Donkey Kong volgens mij echt vanuit het niks komen. Deze dingen pakken. Dan deze pakken. Oh, ik mis hem nu. Oké, ik ga als tweede gewoon de tweede ronde in. Vlak achter inklim, boy. Ik krijg er echt nu gewoon Kratos vibe van. Inklim, boy. Zoebedjes in de grot. Oh, ik heb hem geraakt. Lekker. Hij reed tegen mijn groene schild aan. Lekker. Oké, cool. Dit was een aardig bochtje. Hier werd ik net geraakt. En nou zou je dus al gelijk naar beneden kunnen sturen. Of je gaat gewoon lekker helemaal zo door de lucht. Volgens mij gebeurt er niks bijzonders met die buizen. Hier stonden wat tootjes. Kijk wat hier allemaal gebeurt. Ja, hier kunnen we dus boven en onderlangs. Ja, ik ga toch maar weer onderlangs, denk ik. Want dan kan ik deze bocht wat eerder aansnijden. Dan hier jumpy maken, zodat we hier wat sneller gaan. Hier jumpy maken. En dan mis ik net mijn speed. Dat is jammer. Oh, bijna rotsblok op mijn bakkes. Cool. Speed. Jump. En dan zijn we bij de finish. En dan weren we even een rood schildje af. Wil ik hier weer even een boost pakken. Dat lukt me niet. En ik red het net op het randje. Nou, ben je best wel recht toe, recht aan. Baan. No! En nu word ik dus geraakt. En nu moet ik dus het hele stuk racen. Nou, ben ik heel benieuwd. Kijk, er vliegt al iemand boven mij langs, hè? Zag je het? Dat vliegen gaat toch best wel snel zo te zien. Lekker voor je. Had je maar geen red shell op mijn hoofd moeten schieten. Lekker voor je, Inklim boy. Hoppakee. Oh, bliksempie. Dan ga ik toch dit plateau pakken. Oh, en dan heb ik niet mijn speedboost. Dat is jammer. Ik wil nu mijn speedboost. Ik heb weer geen speedboost. Dat is altijd moeilijker timen als je klein bent, heb ik het idee. Mijn timing is altijd whack als ik klein ben en een speedboost wil pakken. Kan je dat überhaupt wel? Kan je wel een speedboost pakken als je klein bent? Terechte vraag. Laat het weten in de comments. We zijn nu op Wiggler's Woud van de Wii. Ook deze ziet er wel erg leuk uit, moet ik zeggen. Ik moet zeggen, de vorige vond ik toch een beetje saai. Oh, sorry, sorry. Oké, jullie mogen allemaal voor van mij, behalve Donkey Konkie. Doei. Nee, de vorige baan die was iets te recht of zo. Het was gewoon een heel simpel rondje. Hij zag er wel leuk uit, maar hij was niet echt uitdagend. Ik vond tot nu toe de Boer's Spookhuis vond ik het leukste. Dan denk ik toch dat ik voor Londen ga op nummer 2. En de baan die we net hebben gedaan, die staat op 3. Ik vind deze wel cool, man. Lekker smal, kan je elkaar van de baan afbeuken. Hier de Wiggly Jiggly Bigglies. Gaan we lekker langs. Hoppakee. En dan staan we... tweede. Derde. Hier, Toad voor je neus. Potverdorie, Toad. Moet dat nou? Is dat nou weer nodig? Is dat nou weer nodig allemaal? We zijn het er trouwens nog steeds rond 1. Zo, ik mis die paddenstoel even. Die zag ik pas op het allerlaatste moment. Het is best een lange baan ook dit, man. Hele lange baan zelfs. En ik ga er bijna vanaf. Lalala. Ik denk dat dit de finish is. Ja, daar aan het einde. Daar kunnen we ook nog boven langs, zie ik. Deze boomstronken kunnen we boosten. En dan ga ik nu Toad proberen te raken. En die raak ik ook. Hoppakee, die raak ik zelfs 2 keer. Lekker voor je, Toadje. Moest je mij maar niet kapot schieten. Dit gebeurt gewoon als je mij kapot schiet. Dit is echt een leuke baan. Ja, samen met de Boobaan is dit mijn favoriete van deze cup. En ik ben heel erg benieuwd dus wat jouw favoriete banen zijn. Oh, die paddenstoelen komen dus uit die herfstbladeren dingen. Bosjes. Ik ga hem nu wel pakken. Dan gaan we zo langs liegen. Lekker. Oké, cool. Cool, 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 cool. Lekker. Go, 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 go. Dan hier de binnenbocht pakken. Je kan er ook nog naar boven om een item te pakken. Maar ik snap niet waarom je dat zou doen. Tenzij daarboven ook een shortcut is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Oké, de laatste ronde. Let's go, let's go. Oh nee. Oh nee, blue shell.
op mijn macaroni. Met macaroni. Let's go. Binnenbochtje. Ja, muntje. Oké, ik heb hem door deze baan, denk ik. Ik hoop dat mijn voorsprong goed genoeg is om dit te halen. Oké. Go. Ja, speed boost. Speed boost. Nog een speed boost. Oh, ik ga bijna vliegen. Nee, ik ga toch niet vliegen. Speed boost. Ja, het kan dus wel als je klein bent. Ik begon even aan mezelf te twijfelen, omdat het echt 3 keer achter elkaar verkeerd ging. Dan hier een speedje pakken. Lekker, hier nog eentje. Nee, die niet, maar wel een paddenstoel. En dan hebben we ook deze gewonnen op 150 cc. Superleuke banen. Laat even in de reacties weten hoe jouw ranking is. Welke jij het leukst vindt van deze 4. Welke het minst leuk. Ik vind de laatste het leukst. Dan het boehuis, dan Londen en dan die andere. Ik noem hem vanaf nu donderstraal lekker van die berg afbaan. Knal de duimpjes omhoog als je dit een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. Want dan moet je op dit kanaal zijn. Zet het belletje aan. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel!